Goedemorgen. Het is donderdag 12 februari en het is 8:30. Ik werd net wakker en toen zag ik dat mijn moeder mij een berichtje had gestuurd om 1:30 of zo vannacht. Dat mijn Boji is schoonzus, in Suriname een baby heeft gekregen. Hey, ik ben zo blij. Ik vind het zo leuk. Ik vind het zo jammer dat het zo ver is van zo'n Suriname. Maar ik ben blij. En nu ga ik niet meer slapen, denk ik. Ik ga even lekker thee drinken. En douchen. En even bezig. Yay, piepoera. Voor een nieuwe baby. Zo, eerste vlogje van vandaag is geëdit. En het is 10:30. Dus ik ga ontbijten. Ik ga denk ik lekker een tosti maken. Hey, het is weer kwart voor twee. En ik ga even boodschappen doen. Even broodjes halen voor de lunch. En daarna als ik terugkom weer even verder met editen. Ik heb net echt 3 kwartier met een vriendinnetje aan de telefoon gezeten. Dus ik moet even hard aan het werk. Want vanaf morgen heb ik daar even geen tijd voor. Dus dat gaan we doen. En het is weer lekker weer buiten. Zo, ik ben weer thuis van boodschapjes doen. Het is echt vies weer buiten van het vieze natte regen. Maar ik moet de hele tijd niezen. Jeetje mine. Dit is mijn lunch voor vandaag. Ken je deze snoepjes? Oh, dit is zo verslavend. Vroeger, als ik dit de hele dag door, dan kreeg ik last van mijn buik. Maar ik heb het nu weer gehaald. Oh, dit is echt vet lekker. Ik ben echt moe. Ik heb al 5 vlogs geëdit vandaag of zo. En het is 2:40. Misschien omdat ik een halve reep chocola heb gegeten. Je moet echt leren weer gezond te eten, hoor. Ik vind het echt niet leuk. Of echt wel, ik vind het leuk. Ik vind het lekker, weet je. Ik eet het zelf, maar echt. Ik moet het echt proberen. Ik ga denk ik even kijken, hoor. Misschien een afleveringetje Gossip Girl kijken. Dan ben ik even helemaal op. En dan nog even 1 vlogje editen. Want ik kan natuurlijk morgen niks doen. Zaterdag niks doen. Zondag ben ik vet kapot. En ik val in herhaling. Ik moet nog even kijken hoe ik mijn kapsel ga fixen. En zoveel dingen moet ik nog doen. Yay, ik ben klaar voor vandaag. Ik heb geëdit tot en met maandag. Dus maandag hoef ik pas weer wat te doen. Ik ga nu even eten maken. Verder wou noedels eten. Dus we eten noedels met kip en groenten. En dat soort dingen. Lekker in de wok. Wokken. En dan ga ik vanavond even mijn snorren, harsen en dit en dat soort dingetjes. Dit is mijn dinner voor vandaag. Lekker noedels met Thais groentemix en kip. En we hebben net een afleveringetje Breaking Bad gekeken. Verder is bezig gaan met school. En ik ga nu tijdens het eten lekker Gossip Girl kijken. Is die wel klaar? Ik ga snel weg. Dat hoef je dat niet te zien. Nee. Zo, ik ben bezig met mijn wenkbrauwen en mijn snor. En nu ik dit erop heb, denk ik, oh, dan moet het er zo weer af. Goed, in midden nog een beetje. Ik wil ze eigenlijk laten groeien, maar dan maak ik ze even schoon. Er zitten wel van die oliedoekjes bij, maar daar hou ik niet zo van. Dus we gebruiken gewoon micellair water. Ik doe het alleen aan de bovenkant van mijn wenkbrauwen. Oké, 1, 2. Ik heb hier normaal een crème voor, maar de laatste tijd wordt alles zo dik als ik die crème gebruik. Zo. Jullie weten hoe haar erop zit. 1, 2. En nu boven nog. Even kijken. Oh.
Nee, die doe ik met kruiden, daar ben ik echt bang voor. Nee, we moeten het gewoon doen. Het moet. Serieus, als je geen snor hebt en dat soort dingen. Goed voor jou, echt. Hier zit nog een beetje. Ik moet echt blij zijn als je dat niet hebt. Zoveel heb ik niet, maar toch, weet je, vooral. Het is sowieso al donker rond mijn mond. En ja, dan vind ik het mooier als het een beetje. Wat egaler is. 1. Die viel. Deze nog. Oh. Doe ik mezelf ook aan. Ik denk dat we zo nog even Pretty Little Lies gaan kijken ofzo. Want het is al klaar. En het is 9:30. En dan moet ik pas om 10:00 op school te zijn dus. 1, 2. En de truc. Nee, de truc. Serieus, vaseline, maakt niet uit welk merk. Gewoon vaseline helpt voor alles. Voilà. En ik heb nog steeds geen Valentijns cadeautje voor Freddy gekocht. Oh, moet ik echt morgen even doen. Niet dat we echt Valentijn kunnen vieren, want ik heb natuurlijk die verloving. Maar ik ga natuurlijk nog even een cadeautje kopen, dat vind ik wel leuk. Oké, ik ben in de wc en ik ga je iets laten zien. Dit is een smiley face. Zo grappig. En jij wist dat, Freddy? Nee. En heb je mij niet verteld? Dat moet je zelf ontdekken. Vanaf nu ga ik op zoek naar alle smiley faces in huis. Hoeveel heb je er gevonden, Ferdy? 1. Oké, dat wordt een nieuwe ding. Nog een smiley face, de bovenste. En de onderste is omgekeerd. Ja, wel elk stopcontact, maar die van de wc was wel heel grappig. En hier een smiley face. Dit is ook een smiley face. We hebben net een aflevering Pretty Little Liars gezien en we zijn nu bij seizoen 5. En er komt elke week een nieuwe aflevering, dus we mogen niet te snel kijken. We hebben 18 afleveringen, 1 aflevering per dag. Dag! 2 afleveringen per dag, 9 dagen. Ja, maar er komt elke week een nieuwe aflevering. 9 dagen. We kunnen ook zondag hele gaan marathonen. Ik denk over 9 dagen zijn er wel weer 2 vrij. Dan hebben we... Ja, dan zijn we bij aflevering 2055. Ik wil niet dat het afloopt. Dat is net als met Gossip Girl. Dat vind ik niet leuk. Maar seizoen 5 zal vast niet het einde zijn, toch? Jawel, seizoen 5 is de laatste aflevering, allerlaatste seizoen. Ja? Ja. Mag ik je leven? Ja. Of wil je geen thee? Jawel, ik wil wel thee. Ik heb nog steeds mijn mooie haarband in. Mooi toch? Nou. Oké, we gaan nu nog een aflevering kijken. Het is al 11:00. Ja, nog eentje en dan ga ik slapen. Nog eentje en dan gaan we slapen. Oké. Hey, ik lig in bed. Freddy heeft net op IMDb gekeken. En er staat dus dat er nog een seizoen 6 en een seizoen 7 van Pretty Little Lies komt. Ik kan het niet aan. Als dat gebeurt, kan ik echt niet aan. Maar in ieder geval ga ik slapen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je morgen weer. Doei! Be your own kind of beautiful.